Yo, lieve gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over het Eurovisie Songfestival. Want afgelopen zaterdag was dat gaande en ik heb via Twitter 3 uur lang samen met jullie lopen twitteren over het Eurovisie Songfestival. Laten we eerlijk wezen, als Nederland flopt bij het Eurovisie Songfestival, dan praat niemand erover. Maar nu we tweede zijn geworden, wil ik er een Banjo Movie over maken. Ik zei ook gewoon we zijn niet tweede geworden. Waylon en Ilse zijn tweede geworden, wij niet. Maar er is gewoon verloren van Conchita uit Oostenrijk en iedereen kent haar nu wel, de vrouw met de baard. En met alle respect voor die beste vrouw die het Eurovisie Songfestival heeft gewonnen, maar waarom noem je jezelf Conchita? Ik bedoel, je hebt jezelf om laten bouwen en begint een totaal nieuw leven met een nieuwe identiteit. Je kan jezelf Emma Eatloaf noemen, Jean Getfold of gewoon fucking Miley Cyrus, maar nee, zij koos voor Conchita. Conchita klinkt voor mij een beetje als een soort semi-gay porn naam. Daarnaast doet de naam Conchita me ook alleen maar denken aan het bananenmerk Chiquita. Nu moet ik wel zeggen dat ik denk dat Conchita genoeg ervaring heeft met bananen, dus ja, je kan haar ook net zo goed Chiquita noemen. Maar er is één ding waar ik me kapot aan irriteer bij Conchita en dat is haar baard. En waarom irriteer ik me kapot aan haar baard? Laat ik beginnen bij het begin. Een maandje geleden had Thomas zijn baard eraf geschoren en binnen 2 dagen had die gast alweer een baard terug. Daarna was ik vorige week bij Milan en binnen 2 weken had hij deze baard laten groeien. Ik was ook vorige week heel even bij Mert en Mert heeft gewoon altijd een baard. En ik heb dus binnen 3 weken ook geprobeerd een baard te groeien. En kijk dan, het ziet er niet uit. Ik zit hier nu echt met... Come on. Een vrouw uit Oostenrijk heeft een baard en ik heb niks. Misschien reageer ik wel een beetje extreem op Conchita op dit moment. Maar ik zat bij mezelf laatst te denken, hoe zouden anderen nou reageren op Conchita? Hoe zou een kind reageren? Mam, wat is dit? Een vader. Oh mijn god, zoon, niet kijken. Een moeder. Doe eens even niet, het lied hoeft helemaal niet voor zijn ogen. Je mag best worden zoals hem, haar of het. Je moet gewoon gelukkig worden, lieverd. Denk ik. Een hetero. What the fuck is dit? Een homo. Oh, eindelijk. Een menshond. Een lamp. Een blinde. Oh ja, leuk. Jan Smit doet weer het commentaar dit jaar. Het is weer verpest. Waar is de tv überhaupt? Oh man, ik denk dat jullie dit idee wel snappen. Maar anno 2014 is er nog altijd heel veel haat voor homo's en ik snap dat sowieso niet. Ik bedoel, het is net als voetbal. Ze doen iets wat ik niet kan en daar heb ik best wel respect voor. Nu is het wel zo dat ik heel graag voetbal kijk en ik kijk iets minder gay porn in mijn vrije tijd. Zeg maar gewoon gerust niet. Maar het gaat om het idee. Elk mens heeft logischerwijs gelijke rechten en mag doen en laten wat hij of zij zelf wil. Het is niet alsof homo's in één keer je huis binnenlopen en de boel veranderen. Oh my god, niet te geloven dit. Wat een lelijk huis. Wat? Ja, wacht even. Wat een saai, seksloos huis dit. Oh my god. Laat maar raden, je hebt zeker een libido van 0. Ik zou je niet doodgevonden willen worden. Ja, wacht even, want wie ben je überhaupt en wat kom je hier doen? Dan, je nieuwe homoseksuele buurman. Ik dacht, kom even langs, even de boel veranderen. Spicing the things up, you know. Kan jij wel gebruiken. Wat een saai huis. Ik ga daar beginnen, oké? Even de boel veranderen. Deze video gaat over het hebben van vooroordelen en dan speel ik 1 keer een homo en ik draag direct een roze overhemd. Vooroordelen, Bardo. Vooroordelen. Oh, alle grappen in deze video waren bijzonder flauw. Maar dat is ook zo, omdat het Eurovisie Songfestival was voor mij ook serieus een Ilse. De lange avond. Ah! Maar na het zien van de nederlaag van Waylon Songfestival, de ik wel zo in slaap. Ah! Ik maak er nu wel een potje van. Ah! Nee, even serieus, nu flikker ik echt op. Ah! Dit is zo dom weer. Nee, maar even serieus, met name voor alle jonge kijkers. Voor jullie maak ik deze video met name, want er is niks mis met het zijn van homo, lesbisch, biseksueel. Seksueel, transgender of wat dan ook. En daarom is een statement als dat we nu hebben gedaan met de baard met de vrouw super goed voor de rest van Europa en de rest van de wereld. Maar het is toch te treurig voor woorden dat we zo'n statement moeten maken. Dat is mijn mening eigenlijk. Ja jongens, dat was de Banjo Movie voor deze week. Een keer een Banjo Movie met een boodschap, jazeker. Mocht je meer van mij willen zien, abonneer dan hier beneden. En geef daar beneden ook vooral even een blauw duimpje omhoog. Ik zou het heel erg waarderen, dankjewel. En als laatste kan ik me heel goed indenken dat jij nog zit met de vraag. Bardo, wat ben jij dan eigenlijk? Ben je biseksueel, heteroseksueel? Seksueel, transgender, whatsoever jongens, ik ben gewoon heteroseksueel. Deel deze video ook met al je vrienden en vriendinnetjes via Twitter, Facebook, Skype of verzin het maar. Bedankt voor het kijken naar deze video en het delen met al je vrienden en ik check jullie precies later. Bye.